van... Het zijn mensen zoals wij en ik. Het zijn gewoon mensen. Alleen de omstandigheden waaronder ze opereren zijn geheel anders. Door, als je kijkt naar Hamas-leiders, dan zijn het gekrenkte zielen. En daarmee wil ik absoluut niet goed praten wat ze doen. De terroristische aanslagen die hebben ze gepleegd. De pogroms tegen burgers. De slachtingen die ze hebben aangericht. Dus puur terroristisch. Laten we dat even vooropstellen. Alleen als je ziet... het leven van deze mensen bij hun kinderen verloren zijn. En vrouwen die zijn verloren gegaan tijdens oorlog, tijdens liquidatiepogingen. Die mensen worden tot iets wat wij niet fijn vinden. Ja, maar die liquidatiepogingen kwamen ergens vandaan, toch? Natuurlijk kwamen die ergens vandaan, maar ook... Als je praat met Hamas-mensen, en dat is ook wat ik beschreef in het artikel... wat ik beschreef in Elsevier, kijk ook heel erg naar hun ouders. De meeste leiders van Hamas die zijn geboren in de Gazastrook op dit moment. In vluchtelingenkampen. Hun ouders zijn gevlucht uit dorpen en stadjes die nu in Israël liggen... en waaruit vaak op gewelddadige manier door Israëli's zijn verdreven... met massamoorden en alles wat erbij hoort. Ja. Dat vergeten we vaak in 1948, maar die vonden ook plaats. Ja.